welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van het Magical Gift Journal. Deze staat deze week helemaal in het teken van de Magical Ducks Day, dus snel over naar Dennis en Wendy. Hallo allemaal, welkom bij het vernieuwde Magical Gift Journal. En Dennis, wat hebben we toch een hele leuke week gehad. Jazeker Wendy, want we zijn het hele land doorgereisd om op visite te gaan bij Bas Heijmans. Alle kwakels nog aan toe. Ja, en bij Bob van der Hauven. Dat interview met Bob van der Hauven zie je volgende week. Maar ja, deze week gaan we het interview met Bas Heijmans laten zien. Ja. Dus kijk vooral eventjes mee nu. Hoi Bas, wat leuk dat we hier mogen zijn. Stel je even voor. Ik ben dus Bas Heijmans. Ik ben striptekenaar en werk inmiddels 24 jaar voor Disney Egmond in Denemarken. En Sanoma in Nederland. En mijn verhalen die worden per keer dat ik een verhaal schrijf en teken, worden die ongeveer over 8 verschillende landen worden die weer verspreid, verkocht. Hoe ben je in de stripwereld geraakt? En met name bij Donald Duck? Ja. Nou, strips hebben mij altijd al gefascineerd. Toen ik al heel jong was, vond ik alles wat strips, bijna alles, vond ik goed. Ik was tekenaar, ik illustreerde kinderboeken, ik werkte ook voor de reclamewereld, deed van alles. Mijn jongere broertje Mau, die tekende al een aantal jaar voor Disney. En de hoofdredacteur heeft ooit eens een keer, of mijn broertje eigenlijk, tegen mij gezegd van teken ook eens een keer een pagina. Heb ik gedaan en ik werd meteen ingelijfd zonder dat ik daar zelf enige, ik had niks meer te vertellen. Ik moest gewoon aan de slag. Hoe lang doe je erover om een stripverhaal te maken? Ja, ga ik uit van een verhaal van 4 pagina's bijvoorbeeld. Ik bedenk eerst het verhaal. Dat bedenken van dat verhaal, dat doe ik ergens op een plek in de bossen, waar nooit mensen komen. Want ik ben heel snel afgeleid als ik een verhaal aan het schrijven ben. Want dat doe ik puur uit mijn hoofd, of in mijn hoofd. En plaatje voor plaatje weet ik dan plus minus al hoe dat verhaal eruit gaat zien. Dan ga ik terug naar mijn atelier. Ik schrijf eerst de teksten in de plaatjes. Dus ik weet precies van pagina 1 tot pagina 4 weet ik precies hoe het eruit gaat zien. Vervolgens ga ik de plaatjes schetsen. En dat is weer een heel ander proces. Dat doe ik op een heel ander formaat. Soms heel klein. Op een heel klein. En dat wordt dan weer later wordt dat uitvergroot. En vervolgens begint dan, stuur ik het eerst naar de redactie. Als dat is goedgekeurd, dan ga ik aan de slag met het inkten. En vervolgens wordt het op de redactie, worden de balloons, de tekst wordt erin gezet. En dan verdwijnt het ergens naar een achterafstam voor de inkleuring. Wat is nou je favoriete karakter om te tekenen en waarom? De grote boze wolf. Omdat het een prachtig figuur is sowieso om te tekenen. Dat zwarte lijf, lekker lang. Een beetje een dommige, slechtaardige wolf dus. Die zijn kleine zoontje, zijn lieve brave zoontje, over probeert te halen om eindelijk ook eens een keer slechte cijfers te halen op school. Om eens een keer gemene streken te leveren bij klasgenootjes. En zelfs bankberoven komt erin voor. Hè? Dat doen dus die booswichtenclub. Dat zijn al die andere slechteriken. Dus die doen de meest vreselijke dingen. Mensen in het bos beroven. Alles kan. Het is een vrij harde wereld. Maar dan ook weer heel erg aardig. Omdat de... Het is toch een beetje een sprookjeswereld. Wat kunnen de mensen eigenlijk verwachten tijdens de workshop? Ik ga jullie sowieso... wat heel belangrijk is, is namelijk het schrijven van een verhaal, van een plotje. Scenario, hoe je het noemen wil. Dat is heel belangrijk. Het verhaal is eigenlijk waar het om draait. Door het verhaal word je vaak meegetrokken. En als het verhaal niet goed is, dan
Dan kunnen de tekeningen geweldig zijn, maar dan denk je ook van, ja, hoeft allemaal niet. Hoe dan ook, dat ga ik jullie onder de knie brengen, want dat is wel een heel mooi proces. Het schrijven van dat verhaal, waar let je op, de rode draad, het begin. Je moet de clue van het verhaal het liefst al kennen voordat je begint met het schrijven van je verhaal. Vervolgens ga je ook leren hoe je dus een pagina schetst. Hoe stel je een pagina samen, een verhaal samen. Het tempo waarin je dus een verhaal moet vertellen. De layout, de regie. En uiteindelijk hoop ik jullie ook iets te kunnen bijbrengen over het inkten van een verhaal. En afgezien daarvan ook allerlei kleine dingetjes, kleine details. We zullen maar even zeggen, bijvoorbeeld, wat voor gum gebruik ik? Wat voor inkt gebruik ik eigenlijk? Allemaal van die kleine dingetjes. Heb je na het zien van dit interview zoiets van ik wil meedoen aan die workshop met Bas Heijmans? Dat kan. Surf naar www.magicalgifts.nl/events en boek je workshop vandaag nog, want uitverkocht is echt uitverkocht. Zien we jou ook op 16 februari? Nou, dat was echt hartstikke leuk om te zien, hè, Wendy. Net alsof we er niet bij waren. Dat je zegt van, goh, we zien het ook voor het eerst. Was jij er ook bij dan? Ja, je zou het niet zeggen, maar nee, ik zat achter de camera. Oh. Ja. Maar goed, wil jij je nu opgeven om mee te doen aan de workshop met Bas Heijmans? Dat kan nog. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Surf daarvoor naar www.magicalgifts.nl/events of hieronder in beeld. Zo. En wie weet zien we jou dan ook 16 februari. Ook voor het middagprogramma kan je je nog opgeven. Ook dat kan via de website magicalgifts.nl/events. Je kan hem niet vaak genoeg zeggen, zullen we maar zeggen. Want jij wil vast de stemmen ontmoeten van DuckTales, hè? Arnold Gelderman, Bob van der Hauven. Wie krijgen we nog meer? Serge Henry Valken. Ik was het bijna kwijt dat je zegt, ja, maar ik weet het is zoveel. Meer. Het is echt zoveel. Het wordt ja, en het is weer eens wat anders. Het is, ja, ik weet dat het gewoon een hele leuke dag wordt. Daar gaan we wel vanuit, in ieder geval. Nou, we zullen zeggen, bedankt weer voor het kijken. Volgende week zijn we er weer met het interview met Bob van der Hauven, de stem van Kwik, Kwek en Kwak. Dus tot die tijd zou ik zeggen, alle kwakels en tot volgende week. Tot volgende week.